Oké. Ik heb niet zoveel meer vragen voor jou. Ah ja, jammer. Masturberen meisjes ook? Vast wel. Ja, vast wel. Of dat gaat te ver, dat mag ik voor mij niet vragen. Sorry, Pieter Groen. Hallo, jij kijkt naar een nieuwe podcast. Jullie hebben misschien gisteren een interview gezien tussen Ramsey en Henk van Straten. Omdat de Pieter Groen een brief gestuurd zou hebben naar de ouders. Over een lezing van Henk van Straten die grof taalgebruik heeft toegepast. En dat ging dus over masturbatie en spacecake, et cetera. Wij hebben de school ook om een reactie gevraagd. Die willen geen reactie geven. Wij waren wel echt benieuwd wat de leerlingen te zeggen hadden. Ik wil allereerst wel zeggen, wij hebben Pieter Groen in ons hart. Wij werken graag samen met Pieter Groen. Wij doen PWS'jes samen. We doen alles met de Pieter Groen samen. Ik maak graag items bij de Pieter Groen. Ik ben de volgende week ook weer bij Pieter Groen voor het sexting project. I love you. Ik maak graag reclame voor jullie. Maar luister, wij zijn ook een nieuwskanaal en wij moeten ook kritisch zijn. Wij staan midden in de samenleving tussen de jongeren, dus dit moet behandeld worden. Het spijt me, Pieter Groen, maar het moet. Ja. Hey, Henk. Een hele goede middag, meneer Van Straat. U spreekt met Ramsey van Podcat. Hi, Ramsey. Hi. Ik had een paar vragen voor u, want ik heb van Andreas College had ik gezien dat ze een brief hadden gestuurd met excuses dit en dat zus en zo. En ik ben me nou eigenlijk wel, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig wat er nou eigenlijk is gebeurd. Henk van Straten, wat heeft hij verteld? Nou, over masturbatie, dat hij spaghettiballen had, dat zijn vader zich heeft betrapt. Wat zijn precies spaghettiballen? Ja, hij trok zich te vaak af, dus hij had uitgelegd, zijn bloed kon wel naar zijn ballen toe, maar niet meer weg. Ik heb een lezing gegeven aan twee grote groepen studenten, één groep HAVO-leerlingen en één groep VWO-leerlingen. En die heb ik verteld over hoe ik ooit ben gaan schrijven en mijn eigen puberteit en hoe ik was toen ik op de middelbare school zat en de fouten die ik heb gemaakt en hoe het is gewoon om op te groeien. En ik heb een boek geschreven over die periode, over die jeugd en over die tijd. En dat gaat over je thuis voelen ergens of niet en angsten en eenzaamheid, maar ook over de dingen die soms gênant kunnen zijn. En denk je dat meer jongeren dat hebben? Weet ik niet. Denk het wel, want alle jongens gingen lachen. Oh, dus ze herkenden wel wat. Ja, ik volgens mij herkennen ze wel dingen. Dus ik schreef een verhaal over dat ik per ongeluk mijn werkster ooit spacecake heb gegeven. Die ik had spacecake gebakken en heeft zij per ongeluk van gegeten omdat ze dacht dat het een normale cake was. Nou, daar moest ze heel erg hard om lachen. En ik had ook gewoon een stukje over masturbatie. En ja, weet je, dat sommigen hebben dan een masturbatiesok als ze jong zijn. En ik had een t-shirt, vertel ik. En dat t-shirt was op een gegeven moment niet meer echt een t-shirt, maar meer een koek. Zit je dan als meisje van 15 in een scum, zo'n donker holletje. En dan staat er zo'n man met tato's te vertellen over masturbatie. Een dikke koek op zijn t-shirt. Wat vond jij daarvan? Ik vond het wel interessant. Toch wel? Ja, het is wel leuk om te weten, toch? Want anders heb je allemaal saaie boeken over dingen die niet de realiteit zijn. Zo, dus dat zijn gewoon die typische puberdingen. En ik weet dat pubers, weet je, of jongeren zich daarin kunnen herkennen. En dat dat gewoon ook leuk voor ze kan zijn. En dat ze ook zien dat literatuur niet per definitie, of dat schrijvers niet per definitie stug en serieus en ernstig en heel literair over zijn. We staan hier met Noah en Thomas. Wat heeft Henk van Straten gezegd? Een aantal dingen over bijvoorbeeld drugs en masturbatie ook, zoals dat meisje net vertelde. En hij las een paar stukjes uit zijn boek voor en zo en hij vertelde over zijn leven. Maar wat was zo grof dan? Volgens de school en de ouders was het masturbatie en het onderwerp spacecake. Volgens mij ook GHB was allemaal te grof en te plat. Dus ik ging daar wel gewoon weg met een soort van goed gevoel. Ja, nee, ja, terug naar Eindhoven. En toen ik kreeg een privéberichtje van een leerling en die had die brief gezien. En blijkbaar is er dus een brief naar de ouders gegaan. Nee, joh, echt met van, excuses. Van de leerling. Excuses dat wij. Wat zeg je? Van de leerling heeft u echt die brief gekregen. Heeft de school u niet benaderd of zo van joh, we gaan een brief eruit komen? Alle ouders hebben dus een brief gekregen van de school. En daarin staat, beste ouders, wij nodigen graag schrijvers uit. Dat doen we om leerlingen in contact te brengen met literatuur, zodat ze ook daar de waarde van kunnen inschatten. Ja. Maar dit keer leek het veelbelovend, want deze auteur had een prijs gewonnen voor zijn boek. Dat was zelfs best
beste boek voor jongeren van 2018. Helaas, helaas is dat misgegaan, want het is vooral grof taalgebruik en heel erg plat allemaal. En, nou ja. Dit spijt ons en we gaan ervoor zorgen om de volgende keer weer, nou ja, tussen aanhalingstekens. Wat een gezeik van Andreas. Nou, dat vind ik een beetje overdreven, want als twee ouders dan gaan zeggen, ja, wat grof, gaat de school gelijk een mailtje sturen. Vind ik een beetje... Hebben ouders dat gezegd? Wat weet je ervan? Als kinderen thuis gaan zeggen, ja, het over masturbatie, dan gaan die ouders gelijk huilen. Welk kind komt dan thuis en zegt, oh ja, ze hadden het over masturbatie op school? Ik. Denk je niet dat het... Nee, die vraag ga ik bij iemand anders stellen. Dankjewel voor jouw aandeel. Dankjewel. Oké, je gaat naar les. Was het grof? Ja, nou ja, niet echt voor de leeftijdsgroep, vind je. Want we waren allemaal 15, 16-jarigen. Die horen echt wel ergere dingen dan dit, vind ik dan. Maar zijn er de jongeren die hier niet masturberen? Van de jongens dan? Kijk, meiden, weet ik niet zo goed. Maar... Ik denk het niet, eigenlijk. Maar ja, vast wel een paar mogoltjes die dat niet doen. Ja, misschien in de Noordse aula. Ja, ja, al die bruggetjes en zo, ja. Sommige mensen is zodra het onderwerp zoiets betreft, dan is het al grof en plat. Snap je? Het is, dat ga je wel krijgen met mensen die er absoluut niks van willen hebben. Maar ik ben helemaal niet grof en plat. En ik heb dat boek ook juist met heel veel nuance en subtiliteit geschreven. Is er nog vanuit school met jullie gesproken, Ido? Net tijdens de les van Nederlands en... Nu mevrouw Timmermans. Nee, we hebben een nieuwe van een oort. En die begon over dat een paar van onze Instagram-reacties stonden op internet en dat we daarmee op moesten passen en zo. Waarom? Omdat we dan later daar misschien problemen mee konden krijgen. Zoals? Geen idee. We moesten een tekst erover lezen, over internetproblemen. En daar moesten we de argumenten uithalen. Wat zouden de leraren anders kunnen doen in zo'n situatie? Gewoon vooraf naar de schrijver gaan en vertellen van, hé, hier moet je even op letten of zo. Ja, dus dan krijg je gecensureerd. Ja. Censuur dus. Ja, maar dat is beter dan dat ze achteraf een mailtje sturen naar de ouders van, hé, excuses, bla bla bla. Kan jij de school een beetje begrijpen hierin? Ja, enigszins, maar ik denk dat het meer is iets, zoiets van, het is natuurlijk een christelijke school. Maar kan je als christelijke school niet praten over masturbatie dan? Nou ja, blijkbaar niet. Dat vinden ze niet normaal hier ook. Maar ja, ik vind dat je er gewoon openlijk over kan praten, toch? Iedereen doet dit, ja. Dat klopt. En wie zegt dat hij het niet doet, die lult maar wat, weet je wel. Ja. Denk jij dat dit vanuit mevrouw Timmermans zelf kwam? Is het mevrouw Timmermans trouwens? Ja, mevrouw Timmermans. Komt het uit mevrouw Timmermans zelf en dat de school haar nu bijvalt? Of is het dat de hele school hierover ging? Hebben nog mensen... Verdorie, krijgen we nou weer. Je komt toch niet voor mij, hè? Zeker niet, hè. Oh, gelukkig. Dat is Kelvin, laten we even zien. Dag allemaal. Kelvin, hoi. Maar je zou bij mij toch bakje doen? Ja, om 3 uur bij mij, ja. Ik dacht al, het gaat helemaal... Wow, mindfuck. Wat was ik aan het doen? Ja, ik ben soms chaos, merk je het? Ja. Want het was ondertekend door haar en dan dacht ik van, dan kan de school haar natuurlijk niet afvallen. Maar wat denk je hoe het is gegaan? Nou, ik denk dat ze met een groepje of zo hebben besproken en dat zij het gewoon als doorgeefpersoon heeft verteld aan de ouders in een mail. Hoe vaak masturbeer jij? 500 keer per dag. Zo. Doordat je een soort van laat zien dat een boek voor jeugd ook boeiend kan zijn. Ja, ja, dat lezen en literatuur wel degelijk ook voor de jeugd boeiend kan zijn. Dat zij op die manier dan ook bij andere literatuur uitkomen. In de plaats van het zo stoffig en elitair mogelijk maken dat je er alleen maar mee afschrikt. Ja, nee, precies. Nee. Zou je ook nog meer literatuur gaan lezen dan alleen dat? Nee, dat is gewoon maar saai. Ja, dat is echt saai, zooi. Dus, zijn boek zou ik als ik mocht lezen voor de lijst zou ik hem gaan lezen. Echt waar. En dat staat niet op de lijst zeker? Nee. Ja, dat is het probleem, hè? Verdorie. Nogmaals, het leukste vind ik al die leerlingen die mij privéberichtjes stuurden en zeiden, ik vond jou zo interessant en om een keer zo'n schrijver te zien en ik ga je boek zeker lezen en respect voor je lezing. Dat is mooi, dat is mooi. Is dit slechte PR voor de school? Wat is PR? Public relations, is dit slechte reclame voor de school? Ja, nou ja, het is overal nieuws, hè. Het stond ook op een literatuursite, zeg maar. We hebben gewoon een kutschool, weet je wel. Dat is zo'n geweldige reclame, zal het niet wezen. En verder, ja, ik zou gewoon die boek op de lijst willen. Dat zou ik ook kunnen lezen. Luister, jullie mogen een pitch doen. Eerst de microfoon, gaan naar elkaar staan. Pitch voor dat boek op de lijst. Okay. Pitch, wat is een pitch? Pitch, pitch is... wat is pitch, jongens? Oké. Ik heb niet zoveel meer vragen voor jou. Ah ja, jammer. Masturberen meisjes ook? Vast wel. Ja, vast wel. Of dat gaat te ver, dat mag ik voor mij niet vragen. Sorry, Pieter Groen. Kunnen we al beginnen?
Ja, ga begin maar. Nou, wij vinden dat het boek op de lijst moet. Omdat een, wij als jongeren vinden het een heel leuk boek. Omdat het ook een beetje over onze leeftijd gaat, zeg maar, denk ik. En er een keertje wat leukere onderwerpen in voorkomen. In plaats van die saaie moordverhalen en dat soort zooi. Ja, precies wat hij zegt. En het vertelt gewoon een mooi verhaal. En Henk van Straten vertelde ook dat hij vond dat jongeren zich wel in konden vinden. En dat denk ik ook wel als ik het boek gelezen heb. Nou, mannen, bedankt. Ik zeg bedankt voor het kijken naar deze podcast. En doe een duimpje om. Hoog. Wacht, ik moet. Zo kunnen ze me toch niet horen, man? Ja, weet ik veel. Doe even een duimpje omhoog. En wat moeten ze nog meer doen? Ja, abonneren, reageren, alles. Precies, als je op Facebook nog zit als ouderwetse persoon, doe even een vind ik leuk, et cetera. En tot de volgende podcast. Doei. Doei.